Het aantal transgenders dat medische hulp zoekt, stijgt explosief. Sommigen zijn pas 7 jaar, een enkeling al 70. De vraag naar operaties stijgt en op tv en internet zien we vooral transgenders die gelukkig zijn. En dan las ik eigenlijk alleen maar allemaal jubelverhalen over hoe mooi zo'n wereld is als transgender. Het is gewoon alles. Het is, ja, ik ben veel gelukkiger. Ja, absoluut. Maar voor sommige mensen heeft de operatie hun leven verwoest. Ik weet het. Mensen zijn hier spijt van hebben. Patrick de Veen vertelt voor het eerst zijn verhaal. Ik weet gewoon 1000% zeker, ik ben een homoseksuele man. Nou, daarvoor is dit een ramp, wat er met mij gebeurd is. Zembla onderzoekt wie komt er in aanmerking voor een geslachtsveranderende operatie. Maar jij bent transgender. Ja? Ja, dat is goed. Oh, die had je niet meegekregen? Nee, je krijgt niet. Oh, ja. Nou, bij deze. Alle programma's die we de afgelopen jaren gehad hebben, dat waren Hosanna, Hezanna verhalen. Van kijk eens hoe leuk en hoe mooi. Terwijl je een massa mensen echt niet voor de camera krijgt die thuis achter gesloten deuren zit te verpieteren. Professor Joost Acampo maakt zich zorgen over de groep transgenders die juist niet in de spotlights wil staan. Zijn eerste ervaring hiermee was zo'n 20 jaar geleden. Ik kwam een patiënt tegen die duidelijk psychotisch was. En het viel mij op dat hij een hoog stemgeluid had. Het was een man, hoog stemgeluid, borstvorming. En het bleek dus te gaan om iemand die 16 jaren al bezig was met het volgen van hormoonkuren ter aanpassing van het geslacht. En ik stelde de diagnose paranoïde psychose, ging de patiënt daar ook voor behandelen, om te ontdekken dat dan de patiënt zei, ik kijk nu anders naar mijn leven en ik vind dat mijn idee om van geslacht te veranderen een waanidee was, waar ik niet meer achter sta. Acampo wil weten of dit vaker voorkomt en houdt in 2000 een enquête onder zijn collega-psychiaters. We hebben toen 186 reacties gekregen van psychiaters en die rapporteerden over, 586 patiënten die ze kenden met een wens tot geslachtsverandering, waarbij zij constateerden dat eigenlijk de helft van die patiënten eigenlijk een ander probleem had wat primair de aandacht behoefde. Dus er was een enorme overlap met andere psychiatrische problematiek. Joost Acampo krijgt na de publicatie van zijn proefschrift veel kritiek. Hij ontvangt zelfs dreigbrieven. Het leek alsof ik iets tegen deze mensen zou hebben, maar ik ben gewoon een bezorgde burgerpsychiater die gewoon vanuit een verbazing dingen is gaan onderzoeken, die dat volkomen belangeloos onder de aandacht heeft willen brengen en die bij momenten verketterd is als een of ander holbewoner die moderne trends blokkeert. En dat is niet waar. Ik werp me op voor de kwetsbaren. We gaan naar Emmen, waar we Patrick de Veen ontmoeten. Hij werd 40 jaar geleden als jongen geboren. Later ontwikkelt hij de wens om vrouw te worden. Waarom wilde u vrouw worden? Waarom dacht u dat u gelukkiger zou worden in een ander lichaam? Ja, dat weet ik zelf niet. Dat weet ik zelf niet. We krijgen inzage in het complete dossier. In 1998 bezoekt hij voor het eerst het Universitair Medisch Centrum in Groningen om over een geslachtsveranderende behandeling te praten. In 1999 heb ik vrij snel eigenlijk afgehaakt, omdat ik het niet durfde. Ik durfde het niet aan. Voor de buitenwereld niet, voor mijn familie niet. Ik durfde het niet aan. Maar het verlangen om een vrouw te zijn laat hem niet los. Ik had al een identiteitscrisis en toen kwam ik op een forum terecht, travestie.org. En daar las ik eigenlijk alleen maar allemaal jubelverhalen over hoe goed alles is verlopen en hoe mooi zo'n wereld is als transgender of transseksueel. Nou, toen dacht ik, misschien mankeer ik dat ook wel. Maar niet vanaf jongs af aan. In 2006 gaat Patrick opnieuw naar de genderpoli
Na 3 gesprekken met de psychiater krijgt hij groen licht voor het nemen van vrouwelijke hormonen. Als onderdeel van de screening moet hij zich vanaf dat moment in het openbaar als vrouw gaan presenteren. Dat heet de real life periode. Ik had een hele garderobe. Kleding, schoenen, leuke sieraden om. Ik zag er best geslaagd uit. Alleen ik voelde mij er niet happy bij. Ik had er ook wel grote angsten bij. En dat heb ik in die hele real life fase, ben ik ook niet vaak buiten geweest. Patrick laat zijn behandelaar in Groningen weten dat hij het moeilijk vindt om zich in het openbaar als vrouw te vertonen. Ja, hij zegt, maar dat is toch geen reden om die operatie niet door te laten gaan. Kijk, bij mij hadden alle alarmbellen moeten gaan rinkelen, maar bij zo'n dokter zeker. In maart 2008 krijgt Patrick een verwijsbrief waarin staat dat hij zijn real life periode succesvol heeft doorlopen. Hij is klaar voor zijn operatie. Eigenlijk wel opgewekt, ook nerveus. Die dag, ik dacht straks gaan voor mij de poorten om. In juni 2008 krijgt Patrick zijn geslachtsaanpassende operatie. Patrick noemt zich nu Patricia. Nou, hier zie je geen baardschaduw of baardgroei. Nee. Nee. Want je make-up was altijd heel mooi. Heel mooi. Ja. En ook niet overdreven. Nee. Nee. Zo'n zonde, zo'n mooi was haar. Nou, van jezelf zo prachtig haren. Enkele maanden na die operatie, toen viel ik in een hele diepe put. Het besef wat er aan mij gebeurd is. Ja. En dat zoiets nooit meer terug kan. Dat je hiermee zult moet leren leven. U had spijt? Ja, ik had spijt. Het hoort niet bij me, nee. Elke dag heb ik zoiets, oh, haal dat bij me weg. Als ik onder de douche moet, dan gaat er gewoon een handdoek voor de spiegel, omdat ik dat niet meer wil zien. We kijken met psychiater Gert Bakker naar de interviewbeelden van Patrick, die sinds 6 jaar bij hem in therapie is. Patrick heeft hem toestemming gegeven om over zijn dossier te praten. Bij hem is sprake van een borderline persoonlijkheidsstoornis, verslavingsproblematiek, PTSS. Er zijn wel heel veel nevenproblematiek. Al die zaken die u nu opnoemt, had hij dat nou al daarvoor? Of... Ja. Wat is hier nu misgegaan? Ik denk dat niet voldoende duidelijk is geworden toen dat het een fantasie was van hem, of een waan, om een vrouw te willen zijn. Maar dat er dus niet sprake echt is van genderdysforie. Maar hij heeft diverse psychiaters tegenover zich gehad in Groningen. Ja. Kunnen die dat dan er niet uithalen? Kennelijk niet. Ik denk dat er meer gesprekken met hem hadden moeten plaatsvinden. Echt contact met hem maken om hem zeg maar te helpen om echt onder woorden te brengen wat er in hem leefde. Zodat men daar ook kon zien dat er geen sprake was van genderdysforie. Dus niet van jongs af aan het gevoel te hebben, ik zit in een verkeerd lichaam. De 22-jarige Thiouri van Kesteren uit Amsterdam weet al wel op jonge leeftijd dat er iets niet klopt. Hij is als meisje geboren en wordt binnenkort geopereerd. Door het toedienen van mannelijke hormonen heeft hij al een lage stem. Voornamelijk had ik heel erg last van hoe mijn lichaam was en dat verstikt je gewoon op een bepaalde manier zonder dat je echt stikt. Maar het is alsof je zit opgesloten, maar je hebt niet tralies om je heen, maar je huid is de tralies. En dat, als dat weg kon, of voor een groot deel, ja natuurlijk, liever gisteren dan vandaag, want dat is niet, dat is geen pretje. Hey mam, ik vond laatst mijn... oude stemopname van de eerste dag. Dag 15 augustus 2017 en ik heb net mijn eerste shot testosteron gehad. Jeetje, dat is echt Jori. Zo anders, man. Ja. Maar ik herken je stem ook niet meer. Nee? Nee. Nee? Nee. Oh, wat nice. Niet. Oh, wat top. Thiouri start 1,5 jaar geleden met zijn transitie. Vanaf dat moment wil hij ook door iedereen gezien en aangesproken worden als man. Voor mijn werk heb ik een kort stukje online op internet laten zetten, omdat iedereen moet het weten. Dus toen kreeg ik meteen mailtjes van schippers en mensen die op social media of face-to-face. Iedereen was zeer positief,
zeer lief. Waarom vond je het nodig dat iedereen het wist? Nou, omdat ik wilde dat mensen me hij gingen noemen. En Thierry, wat mijn naam sindsdien is. Ja, dat ja, zij horen of mijn oude naam of zo, dat deed gewoon dan heel veel pijn. En dan word je alsnog niet gezien voor wie je bent. Dat zij een oude naam is, eigenlijk staat een beetje voor dat wat jou op een bepaalde manier aan het vermoorden was. Tussen 1972 en 2015 zijn er in het VU Medisch Centrum ruim 5000 geslachtsaanpassende operaties geweest. Het VU behandelt verreweg de meeste transgenders in Nederland. Het aantal aanmeldingen is de afgelopen jaren explosief gestegen. In 2008 heeft het VU zo'n 200 nieuwe intakes. In 2015 zijn dat er ruim 700. We komen in contact met Dorine Sellenraad, die tussen 2000 en 2001 als klinisch psycholoog bij het genderteam van het VU werkte. Nou, het was een hele intensieve periode voor mij, omdat ik me niet helemaal kon vinden in het beleid zoals dat werd gevoerd daar. Ik vond er een soort van sfeer heersen van te veel meegaan in de wens van de patiënt. En dat tegen een achtergrond van compassie en barmhartigheid, zoals die vielen wel eens. En wat ik miste was een kritische houding ten aanzien van de diagnostiek en de indicatiestelling. Sellenraad merkt dat er in haar tijd veel onderling contact is tussen de patiënten. Dat maakt het stellen van de juiste diagnose voor haar moeilijker. Er werd gepraat over wat je moest zeggen om de diagnose te kunnen krijgen. Er werd gepraat over welke psychologen lastiger waren en welke minder lastig. Ik was bijvoorbeeld eentje die lastig was. Ik was eentje dat een patiënt een keer tegen mij zei van: goh, het is in het verleden wel eens makkelijker gegaan. Ik vind dat u wel erg moeilijk doet. Dorine Sellenraad vindt het onverantwoord om zo verder te gaan en stelt een verbeteringsplan op. Ik heb een voorstel gedaan voor een ander diagnostiekprotocol. Scherpere criteria voor het stellen van de diagnose en voor het indiceren van een geslachtsaanpassende behandeling. Maar de meeste mensen zeiden van: nou, het is toch een veel te ingewikkelde materie. Je kunt het niet zo vastleggen wat dan precies de criteria zijn. Je mist daardoor misschien mensen die ten onrechte niet zo'n behandeling zouden krijgen. Dus wij zeggen: laten we dat nou niet doen en laten we het houden zoals het is. Ik dacht: ik kan niet meer verantwoordelijkheid dragen als medelid van een team. En het was voor mij ook wel reden om weg te gaan. Het VU Medisch Centrum wil niet op de kritiek van Sellenraad reageren en ook niet op de vraag hoe het er tegenwoordig aan toe gaat. We vragen naar de ervaring van Thierry die er nu behandeld wordt. Je hebt volgens mij minimaal 4 gesprekken met de psycholoog. In ieder geval, ik had er 4. Maar als de psycholoog vindt dat je er meer moet hebben, dan heb je er meer. En hoeveel tijd zat er tussen die verschillende gesprekken? Nou, normaal gesproken is het een maand, geloof ik. Dat is ieder gesprek? Ja, maar bij mij had ze meer spreekuur tijd. Dus toen heb ik het iedere anderhalve week of zo gehad. Dus ik heb heel erg geluk gehad. Ik heb in precies een maand tijd met het eerste gesprek, laatste gesprek, het allemaal gehad. Dus in een maand tijd en 4 gesprekken heb was ik het duidelijk? Ja, ja. En wat gaat er dan precies gebeuren als je geopereerd gaat worden? Ik doe de combi-operatie en dan één is voor de platte borstkas. En ook baarmoederverwijdering doen ze dan. Ben ik daarvan af. Naast gesprekken is het gebruikelijk dat alle patiënten een psychologische test krijgen. Ja, die heb ik niet gehad. Want die zou ik, omdat ik dus na 4 gesprekken dus superduidelijk was. Anders had ik daarna nog anderhalve maand alleen al moeten wachten, alleen maar op die psychologische test. En dan daarna op de vergadering en dan daarna op de hormonen. Dus dan was ik echt, ik weet niet, maanden later klaar voor niks. Ik bedoel, ik neem aan dat als psycholoog je ook wel wat hebt geleerd in hoe mensen en hoe je dingen eruit vist. Dus als er niks uit te vissen valt, dan kun je ook snel klaar zijn, denk ik.
In 2002 verschijnt er een spraakmakend kranteninterview met professor Acampo over de aanwezigheid van onderliggende psychiatrische stoornissen bij een deel van de groep transgenders. Hierop reageert de inspectie van de gezondheidszorg. De inspectie vraagt aan de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie om een standpunt te formuleren over de indicatiestelling voor geslachtsveranderende ingrepen. Toen kreeg ik op grond daarvan van het bestuur een uitnodiging, deelname, werkgroep, transseksuele operaties. Zo heette dat. En toen werd het stil, dus die werkgroep is nooit bij elkaar gekomen. Acampo komt nu met een eigen voorstel. Kun je daar niet een soort van onafhankelijk toetsingscomité aan koppelen, die in die second opinion formaliseren met een toetsingscommissie? Waarom gebeurt dat niet, terwijl voor veel mindere dingen wel allerlei toetsingscommissies gelden? We willen weten of er inmiddels een standpunt is. De inspectie verwijst ons naar de beroepsgroep. Die wijst ons op deze kwaliteitsstandaard. Daarin staat echter: er is op dit moment geen consensus over hoe de indicatiestelling voor genderbevestigende somatische behandeling het beste vorm kan krijgen. Ruim 16 jaar later zijn de psychiaters het er nog steeds niet over eens hoe je bepaalt of iemand een geslachtsveranderende operatie mag ondergaan. Nou, ik neem toch nog wel een croissantje. Patrick woont vanaf zijn 17e op kamers bij Theo de Haas. Theo is zijn steun en toeverlaat. In 2010 vragen ze bij het UMC Groningen zijn medisch dossier op. We zijn ons doodgeschrokken. Er staat: er is geen sprake van transseksualiteit. Dat staat in een brief van 25 oktober van 1999. En daar ben ik hartstikke boos over, want die mededeling hebben wij nooit gehad. In 1999 stelt het medisch team in Groningen dus vast dat er bij Patrick geen sprake is van transseksualiteit. Maar dat is hem nooit verteld, zegt Patrick. Dat ik later mijn dossier opvraag en dat ik moet lezen dat ik helemaal geen transseksueel ben. Daar had hij mij tenminste moeten mededelen. Want dan kon ik de rug toekeren en naar huis toe. Want dat is het niet. Als dit toch op papier staat, dan geef je toch geen groen licht. We vragen aan het UMC Groningen om een reactie. Vanwege privacyredenen willen ze niet ingaan op het dossier. Ook al heeft Patrick daar toestemming voor gegeven. Het ziekenhuis wil niet op camera reageren, maar schrijft ons dat spijt zeer zelden voorkomt. Wereldwijd is het, hoewel zeldzaam, een punt van zorg. Op ons verzoek en met toestemming van Patrick bestudeert medisch ethicus Theo Boer zijn dossier. Als je bedenkt dat hij eind jaren 90 al een intake heeft gehad en toen is vastgesteld dat hij geen genderprobleem heeft, dan komt hij 8 jaar later terug en dan wordt vrijwel zonder veel onderzoeken het veranderingsproces in gang gezet. En ik heb het idee dat zowel het genderteam, maar ook Patrick zelf toch vrij hard zijn afgedenderd, als het ware, op een geslachtsveranderende operatie. Dat is niet alleen de fout van één partij. Het is misschien de tragiek van het samenspel van die twee partijen. We lezen in het dossier dat de psychiater in Groningen Patrick's wens tot geslachtsverandering consistent noemt. Ik denk dat het ook komt door de onduidelijkheid van hem. Dat hij zoveel lawaai om zich heen weet te creëren, dat het niet duidelijk wordt. Of dat hij mensen op het verkeerde been heeft gezet, inclusief zichzelf. Gert Bakker, die als psychiater ook mensen met genderdysforie diagnosticeert, ziet vaker dat patiënten alles uit de kast halen om de arts te overtuigen van hun wens tot geslachtsaanpassing. De patiënten weten heel goed hoe ze zich moeten presenteren om hun doel te bereiken. Wat zijn belangrijke termen? Volhouden dat je geslachtsveranderingsoperatie wil. Volhouden dat je van kind af aan die wens al had of dat voelde dat je in een verkeerd lichaam zit. Het is tegelijkertijd ook gevaarlijk dat ik nu dit zeg en dat het op televisie wordt uitgezonden misschien. Maar toch, dat gebeurt, want die kennis is heel groot binnen die groep. Omdat ze heel veel op internet zitten.
Transgender Bralt Haak is beheerder van een Facebookpagina waar transgenders met elkaar in contact komen. Hij merkt dat men elkaar niet altijd eerlijk informeert en soms ook mooi weer speelt. Onderling gaan er natuurlijk allerlei verhalen rond van ja, ik heb de operatie gehad en daar word ik zo gelukkig van en het werkt allemaal zo fantastisch. Maar daar zit natuurlijk wel een stukje denkend in. Als bijvoorbeeld iemand, stel iemand die is 10 jaar lang aan het sparen voor de prachtigste auto van de wereld, heeft hem eindelijk gekocht en rijdt erin rond en het valt eigenlijk een beetje tegen. Maar je vraagt hem erover. Wat zal hij dan zeggen? Van ik heb 10 jaar voor niks gespaard, ben ik 10 jaar voor niks bezig geweest en ja, het valt me nu een beetje tegen. Nee, die zegt natuurlijk van dit is het mooiste wat ik ooit gekocht heb. Het leek allemaal mooi zo, maar ik wist nooit wat voor ellende er in die wereld omgaat. Ik zie het soms net meer als een soort secte. Dat ze elkaar dat aan zitten braden. Er zullen ongetwijfeld succesverhalen zijn, maar ook heel veel wat verkeerd is afgelopen. Ik denk dat er heel veel mensen die dit traject hebben doorlopen, en dat er heel veel mensen ook wel zijn die spijt hebben. Maar die trekken zich terug, die laten zich niet meer zien, die laten zich niet horen. En waarom denkt u dat er heel veel mensen zijn die spijt hebben van deze operatie? Nou, ik weet dat. Ik denk het niet, maar ik weet het. Dat het mensen zijn die er spijt van hebben. 85% van de transgenderpatiënten wordt behandeld door het VU Medisch Centrum. Uit hun eigen onderzoek blijkt dat minder dan 1% van de patiënten spijt heeft van de operatie. Het punt is dat zij een groep van ongeveer 1/3 van de patiënten achteraf überhaupt niet meer hierover hebben kunnen spreken. En er is veel voor te zeggen dat die groep van 1/3 van de patiënten juist een groter aandeel spijt op tante heeft. Mensen die dus met dat genderteam niets meer te maken willen hebben. Ik zou mij willen inspannen om ze toch te vinden. En ik heb dus een paar brieven ook van ouders die dan zeggen, wij zijn onze zoon gewoon kwijt. Die heeft zich misschien van het leven beroofd of is ergens onder de radar gaan zitten, maar het gaat niet goed. Ja, dat weten we niet. Dus misschien zijn er wel hele grote drama's onder de radar. En hebben wij alleen maar een beeld van de successen. En wat zijn de belangen van het VU? Ik denk dat als dit je product is, dat je alles doet om dat product in de etalage te houden en zo mooi mogelijk. Maar is dat status? Zijn dat financiële belangen? Vul maar in. Ik weet het niet. Kijk, vul maar in. Ik wil dat niet gezegd hebben, maar het is niet goedkoop, laat ik het zo zeggen. Als je lifelong hormoonpreparaten moet verstrekken en operaties moet doen. En nog eens een correctie en nog eens een correctie en dan moet er nog zo. Dus het gaat om heel veel lieden die daar allemaal een rol in hebben. Tot aan degene die laserbehandelingen doet, ter verwijdering van haren op ongewenste plekken aan toe. En alles wat daartussen zit natuurlijk. Dus ook de logopedist, de kledingadviseur. Dit is dan nog een deel van wat er van de garderobe is overgebleven. Ik weet niet of ik er ooit nog aan zal doen. Hoewel er wel heel veel leuke dingetjes bij zitten met goede herinneringen. Bralt Haak heeft zijn transitie naar vrouw afgelopen september moeten stoppen. In die tijd van aan de hormonen was ik ongeveer 30 kilo zwaarder geworden. Nou, ik had al een keer wat hartritmestoornissen gehad. En heel zwart-wit gezegd, want zo erg was het niet met mijn gezondheid. Maar wil ik als man verder leven als vrouw tussen 6 plankjes liggen? Begin van dit jaar werd ik geïnterviewd door de Stentor. Omdat het uniek was dat er een transgender kandidaat was voor de VVD die op de lijst voor de gemeenteraad stond. In het begin van mijn transitie had ik geen hormonen en toch droeg ik een jurkje, liep ik op hakjes, ondanks al mijn mannelijke kenmerken. Als ik erop terugkijk en foto's uit die tijd bekijk, denk ik van wat was ik ongelooflijk dapper dat ik dat gewoon deed. En ik loop naar buiten, schouders naar achteren, borstjes naar voren en wereld, hier ben ik. Ja, misschien was ik vroeger een man, maar ik ben ook de persoon die probeert gelukkig te zijn zoals wij allemaal proberen gelukkig te zijn. En dat is denk ik toch wel een stukje zelfvertrouwen die je nodig hebt als transgender, want er komt een boel op je af.
De kans op geluk na de transitie is ook afhankelijk van hoe geloofwaardig je er voor de buitenwereld als transvrouw uitziet. Voor Patrick bleek het lastig om zijn mannelijke kenmerken te maskeren. Ik heb toch wel even geprobeerd. Ik heb nog vrijwilligerswerk gezocht. Hier vlakbij zou ik bejaarde mensen intern van de kap naar de kapper brengen en een andere ding. Maar toen zei die vrouw tegen mij, u hebt wel kans dat u niet door mensen, dat er mensen zijn die niet door u geholpen willen worden. Dat zei ze tegen mij. Ik mocht ergens in de hoek van het gebouw folders zitten niet. Wat deed dat met u? Ja, verdrietig. Je wordt gewoon niet, werd gewoon niet geaccepteerd. We komen in contact met de 82-jarige Corine van Tongerlo. Zij onderging 50 jaar geleden als een van de eerste transgenders een operatie in Casablanca in Marokko. Jarenlang kon ze het geheim houden. Ik had geen Adamsappel, ik had een meisjesstem. Ik zag er heel goed uit, dus ik kon dus heel discreet leven. Je hebt ook personen die fysiek niet heel vrouwelijk zijn, dat heb je ook. Is dat een probleem? Dat is een probleem, want ze moeten ook hun leven kunnen leiden, hun vrouwelijk leven. Hè? Dat was bij Corine geen probleem. Haar transitie stond relaties met heteroseksuele mannen niet in de weg. Als ik een man ontmoette, dan zei ik het niet direct. Ik had natuurlijk het grote voordeel dat je het aan mij niet zag. Ik flirte neer, ik ging niet direct van de eerste keer met iemand naar bed. Maar als het dan toch ging dat, dat er een seksuele relatie van kwam, dan wou ik niet dat ze mij... Ze mochten wel mijn borsten aanraken, ik mocht vrijen. Maar ze mochten mij niet hieronder, want dat was bestopt. Dus dat was altijd een probleem. En daarna zei ze dan, wanneer gaan we nu eens echt vrijen? Jij bent zo preut. En dan zei ik, ja, ik heb een probleem. En dan zei ik het. Ik heb een groot probleem, want ik was vroeger een jongen. En dan ofwel schrokken ze zich dood en liepen ze weg. Ofwel, doordat ik mooi was en lief met hen, waren ze verliefd en dan ging het. Zo heb ik mijn relaties opgebouwd. Ik heb relaties gehad van 6 jaar en van 7 jaar. Corine realiseert zich heel goed dat er ook transgenders zijn die een minder gelukkig leven leiden. Soms kunnen ze geen partner krijgen. Er zijn heel veel dingen rond die het zo maken dat het soms niet meevalt, dat er soms depressies zijn. En er zijn transgenders die ongelukkig zijn en die erg, ja, die erg eindigen. Vreselijk, hè? Dat vind ik zo vreselijk. Volgens een Zweedse studie bestaat er bij transgenders een hoger risico op zelfdoding dan bij niet-transgenders. Ook na een operatie. Ik denk dat als jij niet sterk in je schoenen staat en nog bijvoorbeeld bezig bent met andere psychiatrische problemen, dat je er goed aan doet om eerst te werken aan je andere problemen en eerst te zorgen dat je sterk genoeg bent om dit traject aan te kunnen. En daarna kun je dat traject natuurlijk doen. Maar als jij een traject ingaat terwijl je nog bezig bent met rouwverwerking, verdriet en andere dingen en je bent bijvoorbeeld erg onzeker, dan wordt zo'n gendertraject wel erg zwaar voor je. En misschien is dat een van de aspecten die soms meespeelt met mensen die na die tijd spijt hebben of zelfs zelfmoord plegen na een transitie. Want die transitie gaat niet helpen om het probleem waar ze ook van tevoren al mee zaten op te lossen. Mevrouw van Tongerlo heeft diverse transvrouwen gekend met wie het minder goed is afgelopen. Een van hen was Catherine, die haar heel erg dierbaar was. Als ik 60 jaar ben geworden, heb ik toevallig een jonge transgender leren kennen. Als jongen eerst. Dat is een relatie geworden, gelijk een moeder-dochter relatie. En dat was fantastisch, dat heeft mij heel gelukkig gemaakt. Maar spijtig genoeg is dat ook heel tragisch geëindigd. Die heeft zelfmoord gepleegd. Omdat die zat niet goed in haar vel, maar die had ook wel depressiviteit. Die had dat al van jongs af aan. Dat is Catherine als Cedric, 16 jaar denk ik, met een hondje dat ik ook nooit heb gekend. Op het moment dat Cedric in transitie gaat, heeft hij een homoseksuele relatie met Herman. Herman is gay en hij was droevig dat Cedric Catherine ging worden. Want er was geen houden meer aan hoor. Van het ogenblik dat ze mij heeft gezien, moest alles in snel tempo. Catherine was dan een vrouw, een hele mooie vrouw geworden.
zijn we nog eventjes bij elkaar gebleven, maar het ging dan niet. En dan heeft Herman gezegd, ik hou van jongens, het is nu eenmaal, dat weet je. En ik kan dus, wij kunnen vrienden blijven, maar ik kan geen verder, ik verlang naar een jongen. Ze had al een bericht gegeven, het zat haar kerstboom ondersteboven gangen. En dat is die vreselijke trap waar ze erboven is geweest en waar ze het heeft gedaan, haar zelfmoord. Patrick is zo ongelukkig als vrouw dat hij na 3 jaar besluit weer als man door het leven te gaan. Ik kwam altijd bij Marjolein voor mijn nagels. En die zei tegen mij ook, omdat ik altijd ook huilend bij haar zat, van dat ik zo veel spijt van haar. Maar daar kwam ik dus gewoon als Patricia voor de nagels. En zij hebben op een gegeven moment gezegd, weet je wat we doen? We knippen je haar af, we kopen weer andere kleren en je gaat gewoon weer als jongen leven. Maar niet dat ik daar gelukkig mee ben. Nee. Je kan nooit meer helemaal jezelf zijn. En ik heb zwaar ongemak op de buik en op de blaas de hele tijd door. Pijnen. Ja. Na jaren van therapie is er inmiddels bij Patrick uitzichtloos en ondraaglijk lijden vastgesteld. Hij heeft toestemming voor euthanasie. Zijn psychiater Gert Bakker wil hem hierbij helpen. Ik zie wel dat je verschrikkelijk lijdt. Ik kan me voorstellen dat het echt ondraaglijk is voor jou. En toen heb ik de rapportage opgemaakt. Scanarts erbij. Scanarts was het ermee eens. En toen kregen we dus groen licht. Als ik tegen Gert zou zeggen van Gert, ik wil een einde aan mijn leven, dan helpt hij mij. Alleen ook dat is een hele grote stap. En ook dat is weer onherroepelijk. Ethicus Theo Boer is jarenlang lid geweest van een regionale toetsingscommissie euthanasie. En heeft ook met die bril op naar de zaak van Patrick gekeken. Ik denk dat een toetsingscommissie in dit geval de plicht heeft om te kijken, is er gekeken naar de uitzichtloosheid van het lijden. En een van de dingen waar je dan direct naar kijkt is er chirurgisch gesproken nog weer iets aan deze ellende te doen. In Nederland is er geen kliniek waar hersteloperaties worden uitgevoerd. Maar in Servië heeft professor Miroslav Djordjevic zich gespecialiseerd in hersteloperaties bij transgenders. De afgelopen jaren heeft hij 14 spijtoptanten geopereerd. Inmiddels hebben 60 nieuwe patiënten zich bij hem aangemeld. Are there any cases from Holland? I cannot tell you. Sorry. If you have a male who passed transition, wrong transition, and who now regret, we have to create again male genitalia. And for this reason, we have to find a good and enough material to create a new phallus, scrotums, and testicles. So, for example, for phalloplasty, we use a piece of arm or of the back or the leg to create a new phallus. After that, we use different tissue, for example, oral mucosa or bladder mucosa or maybe some other parts of the skin to create a very long urethral channel. And also we use some implants, like a penile implants, to enable erection after reconstruction of the neophallus, also testicular implants. Er zijn meerdere operaties nodig om het herstel te voltooien. Het hele proces kan wel 1,5 jaar duren. Bovendien kan er met de huidige techniek nog geen geslachtsdeel gereconstrueerd worden waarmee patiënten weer een bevredigend seksleven kunnen hebben. And for this reason we started to research about possibility for penile transplant surgery. It means if we have for example 1.5 million transgender persons in Western Europe registered, we have almost half and half male to female, female to male. If we have 700,000 male to female, we are going during a surgery to cut, to remove 700,000 penises and to put in the garbage. So my biggest vision is to collect all organs, to save the organs, not to put to the garbage, uterus, ovaries, testicles, penises, and then collect this. Create a bank in Europe and then use some of these organs
for better results, for better functioning, to help the another person who really needs this. Voor Patrick de Veen lijkt dit geen oplossing. Hij durft dat niet aan. Maar kijk, ik weet niet hoe het over een jaar is, of over 2 jaar. Maar nu is hij er niet aan toe. Een interview met de transgender patiëntenvereniging leest u op zembla.tv.